Willem, we zijn nu in jouw huis en ik zie heel veel kunst om me heen. Is dit allemaal werk wat jij aangekocht hebt? Klopt, dit is door de jaren heen aangekocht en eigenlijk wat nu hier hangt. Het is meer of meer toevallig dat het iets is wat meest recent is aangekocht. Onlangs was ik in Oostende en toen kwam ik bij een kunsthandel, en dat is niet zo gauw waar ik binnenloop, toen zag ik dat. Dit schilderij. Ja, ja. En dat, ik wist niet eens van wie het was. Ik weet het nu wel, maar ik weet de naam nu even zelfs niet. Niet gesigneerd, maar er is een verklaring bij van de notaris dat het uit een nalatenschap komt van die schilder. Ik vond dat prachtig. En die kunsthandelaar zegt, nou, het hangt hier al 20 jaar. En er is eigenlijk nooit iemand die er interesse voor had. En nou, ja, ik zeg, ik vind het gewoon fantastisch. Hey, en jij loopt dus, je loopt toevallig die galerie binnen en je ziet daar iets staan of hangen. Nou, de galerie had allerlei tekeningen van Raveel. En als ik een anderhalf maand terug in Zundert geweest, dus de tentoonstelling van Raveel en Van Gogh. Dus dat trok mijn aandacht, ik ben al wel gek van Raveel, dus ik liep binnen en ik dacht, eens even kijken. Nou ja, dan maak je een praatje, dan raak je een beetje vertrouwd met die eigen kunsthandelaar. Die denkt, god, is interesse, en dan kijk je zo rond en dan ga je eens vragen, god, wat moet dat nou kosten? Dat is toch altijd ook belangrijk. Dat is belangrijk? Nou ja, ik moet betaalbaar zijn. Ik bedoel, als je zoveel hebt. Ik ben in ogen van mensen uit een derde wereldland ben ik natuurlijk erg rijk. Maar in de ogen van Nederlanders misschien ook wel. Maar ik ben ook niet schatrijk. Nee, het moet wel binnen jou. Je hebt een bepaald budget in je hoofd. Ja. Of dat varieert per werk wat je ziet, dat budget? Dat varieert per werk. Misschien had ik dat meer in mijn hoofd moeten hebben, maar ik ben wat impulsief. Aha. Ja, ik ben dan ook plotseling zeg, nou dat komt. En dan kijkt hij helemaal verbaasd. Wat is dat nou? Ja, maar ja, moeten we het regelen hoe ik het krijg? Ik zeg, ik heb nu niet het geld bij de hand. Nou, zegt hij, dan kom ik naar Antwerpen. En als jij naar Antwerpen komt, dan regelen we dat. En zo is het gebeurd. En heb je dan al echt die plek in gedachten waar het schilderij nu hangt? Helemaal niet. Dit was nu een beetje lastig. Want na de tentoonstelling wist ik dan, ik heb dus meer wat hier hangt. En dat was lastig te combineren. Aha. Want je weet, dat is, dit is toch een, ja, het lijkt nu allemaal vanzelfsprekend, maar ja, je kan desnoods iets wisselen, dan zie je dat het niet past. En dan doet het de werking geen goed. Het moet, ik zeg altijd, als je iets mooi vindt, dan past het altijd in je huis. Want je vindt het mooi, je vloerkleed vind je mooi, je bank vind je mooi. Dus dan ga je gewoon arrangeren. Dus het is gewoon onzin dat iets niet bij je past. Maar je moet soms een beetje zoeken, je best ervoor doen. En hier heb ik echt ontzettend mijn best voor moeten doen. Oké, want hij heeft wel een prominente plek gekregen. Ja. En waarom hangt dit werk hier wel goed en ergens anders niet? Wat? Nou, dat wilde ik dus hangen. Dat was de laatste aanschaf, dus dat was gewoon, moet je hangen. Dat ga je vanuit. Toen wilde ik dat hangen, dat heb ik in Lissabon gekocht. Dat is ook een prachtig verhaal. Ben ik in Lissabon in een kerk waar een tentoonstelling is. Er zit een aardige student, maar die weet van toeten nog blazen. En dan zeg ik, god, waar kan ik het kopen? Nou, weet ik niet hoor, weet ik niet. Ik kreeg een foldertje mee, bel ik op. Het was een galerie in Porto. Kreeg geen gehoor, nog niet een antwoord van ze gekregen. Blijf dan hangen in mijn hoofd, kom thuis. Ik ben nou helemaal gek, dat moet toch kunnen. Dus ik mail en dat lukte. En toen waren ze ook zo verrast. En toen zeiden ze, sturen het op. Hebben ze een prachtige kist. En het vervoer was gratis. Maar het is natuurlijk ook niet zo makkelijk schilderij om te combineren. Dus die twee wilde ik en er moest hier iets tussen. Ja, toen vond ik dat dit wel paste. En dan ga je in je eentje, ga je dit schuiven? Of ga je dan iemand erbij halen? Nee, ik doe het ermee. Je gaat in je eentje. En dit heb ik dus gekocht in Egmond. Het was het op een zomeravond, liep ik door de voorstraat van Egmond zo. Toen dacht ik, nou, dat vinden mensen natuurlijk oud ijzer. Dat had ik altijd op de grond staan. Bij de vorige tentoonstelling zette iemand het op tafel. Kijk, dat is ook eigenlijk veel mooier. De golven gezet. Kijk, heb je hier een beetje een kleurencombinatie. Met iets wat ik van een kunstenares uit Sint-Anteunis heb gekocht. Ook weer een beetje die tint, dat correspondeert, daar zoek ik dan naar. Dat is recent bij de Kunstweek in Sint-Anteunis gekocht. Maar je zei, dat zoek ik dan naar, je zoekt naar die kleuren of zoek je ook naar combinaties? Als je een bepaald werk hebt? Als ik iets
kies, als ik iets mooi vind, dan vind ik het solo mooi. Dan zoek ik niet aan combinaties, dan heb ik daar geen... Ik vind het gewoon mooi, af. Je hebt ook een voorraad? Ik heb een voorraad, ja. Oké. Zou ik die eens mogen zien? Ja, nou, ze moet even meelopen. Oké. Want... Gaan we hier nu naar de garage, het is een troep. Maar kijk uit, ik doe het licht op. Aha. Oh ja, hier staan ook allerlei... O jee. Hondurees aardewerk heb ik ook nog eens meegenomen. En 27 kisten. Dat heb ik ook verkocht. Verkoop ik nog steeds. Dat verkoop je? Ja. Jij neemt het mee? Dat verkoop ik. Dat is een van de weinige dingen. Van mijn eigen verzameling kan ik nog steeds niet over mijn hart verkrijgen om iets te verkopen. Maar het moet misschien wel, want ja... Dat heb je nog nooit gedaan. Je hebt nooit iets doorverkocht. Nee. Je bent er toch te veel aan gehecht. Ja, maar het moet wel. Kijk, hier zijn dus rekken, heb ik laten maken toen ik hier kwam wonen. Dit zijn dus, hier zijn de kleine dingen, maar hier zitten doeken bij van 2 meter bij 1,80. Nou, dan kan ik het zo naar voren halen. En hier zijn de andere rekken. Twee kanten hangt, het hangt soms schots en scheef. Maar hoeveel rekken heb je hier wel niet? Dan moet je zelf stellen, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20 rekken zo en 4 van die grote rekken. Oké. Okay. En hier heb ik dan nog losse werk. En ook losse werk. Dozen met tekeningen en etsen. Het is hier licht verwarmd, dus het is... Het is echt gewoon helemaal... Ja. Die, en hier liggen ook allemaal werken die je ooit gekocht hebt. Ja. Dit was mijn eerste schilderij wat ik kocht. Voor 25 gulden. Ach. Nog niet getrouwd, was ik alleen. En toen heb ik dit bij een antiek zaakje. Dacht ik nog dat ik de richting in antiek inging. Aha. Maar je koopt dan voor het eerst zoiets. Je loopt er langs en je denkt, ik ga dit kopen. Of ik ga beginnen aan een verzameling. Nee, dat gaat gewoon. Het loopt uit de hand door de tijd heen. Maar dit is misschien ook wel interessant. Werk. Even deze kant op komen. Toen zouden wij een tweede auto kopen, want mijn vrouw gaf les consultorium in Arnhem, moest altijd een end rijden. En toen kochten we een Alfons Vrijmoed. Ja. In plaats van de auto? In plaats van de auto. En was je vrouw het mee eens? Ja, die wou het zelf. Die wou het zelf. Dus het is wel waar je prioriteiten aan geeft. Hè. Ja, je moet het hebben natuurlijk, het geld, dat is duidelijk, maar ja. Ik heb geen dure auto. Enkel probleem. Maar ja, elk aankopen moet je dan toch aankopen met wat je, waar je iets mee hebt, heeft een verhaal. Dus dat maakt het toch gewoon voor mij ook wel interessant. Ja, en Willem, als je een kunstwerk koopt en de kunstenaar komt naar je toe en die vertelt wat het voor hem betekent, wat hij ermee bedoelt, vind je dat belangrijk of maakt dat het werk anders voor jou? Nee. Ik koop omdat ik iets zie en dan moet ik het zelf kunnen toe-eigen. Later, ik ken vaak wel de kunstenaars, dus dat vind ik wel weer iets toevoegen. Maar het hoeft voor mij niet uitgelegd te worden. Nee. Nee. Ik kan me ook even niet herinneren dat dat een functie heeft gehad of zo. Nee. Ja. Ga je ook wel eens afdingen? Nee. De prijs is de prijs. Nee, dat vind ik zo gênant. Ja? Dat doe ik wel met, als ik verschillende kleren tegelijk koop, dan zeg ik ja, kom op hè. En dan lukt het dat. Dan bij de kunstenaar heb ik het gevoel dat ik dat niet hoor te doen. Maar is het ook wel eens dat je iets heel mooi vindt en denkt, nee, ik vind het te duur en ik doe het niet. Of ga je toch? Jawel, tuurlijk, er zijn grenzen aan. Soms, ik vind prijzen heel lastig. Ik vind het gewoon... Kijk, ik heb prachtige tekeningen gezien van Bonnard of zo. En die zijn dan, natuurlijk zijn die ontzettend duur.
Maar het tekeningetje is bijna niet mooier dan het tekeningetje van zo'n mannetje van Henri Atze de Riba. En die vraagt 150 en die andere vraagt duizenden. Dus ja, ik ben de Art Keulen geweest, Art Cologne. Dan zag ik een foto, tranen sprong in mijn ogen. Echt. Het was eigenlijk niks, gewoon een Japans portret. Dus ik toch stiekem vragen van ze, wat moet het nou kosten? Ja, $30,000. Ja, dan is het gewoon geen overweging op meer. Soms denk ik wel, ik koop 1-2 dingen, de rest verkoop ik, maar dat kan ik dan toch maar verkrijgen. En sommige kunst kan je gewoon naar kijken ergens anders. Hoef je het allemaal te hebben. Heeft het een meerwaarde voor jou dat je het bezit? Ja, ik wil het graag bij me hebben. En ik geniet er elke keer ook van. En ik heb het op een of andere manier nodig. Ik weet niet. Door kunst, ook door muziek, kan ik gewoon een aantal dingen beter aan, heb ik het gevoel. Kun je daar een voorbeeld van geven? Er is best veel in mijn leven wat niet zo leuk was. Dan haalt muziek of mooi kunstwerk, tilt me er weer uit. Dat verheft mij. En niet boven anderen, maar gewoon tilt me uit de sores. Dat heb ik nodig. Iets wat ik zelf niet kan verwoorden of niet kan verbeelden. En wat de kunstenaar wel kan doen. Die accentueren iets en dat raakt mij. En dat vind ik belangrijk.